Dit is BIOSAgenda.nl en we zijn bij de première van Harry Potter en de Deathly Hallows Part 1. No sign of him, my lord. Harry Potter. Ik heb er heel veel zin in, ja, absoluut. Ja, heb je alle films al gezien? Ja, in willekeurige volgorde heb ik ze allemaal wel een keer gezien. Of in de bioscoop, of op DVD thuis. Absoluut. Heb je nog een beetje onthouden hoe het verhaal precies... Nee, dat weet ik niet. Nee, echt niet. Inhoudelijk... Dit is de eerste. De eerste? De eerste, daarom heb ik hem helemaal zo opgetuigd. Nou, ik vond, als de goede film wel. Ik vond de Prestige bijvoorbeeld erg goed. Die ging een beetje dan terug in de geschiedenis. En daar zag je toch wel echt klassieke trucs in voorbij komen. Dat werkt heel inspirerend. Want, ja, de kunst is dan dat om dat weer dat soort acts die vroeger populair waren, weer naar deze tijd te vertalen. Dat vind ik altijd zo leuk, Harry Potter. Hè? Wij zijn er. Ik weet nog bijvoorbeeld, daar staat, hoe heet die? Die maakte een foto van ons. Hij maakte ooit een foto van ons bij de eerste Harry Potter film. Dat was zijn nieuwe minnares. Ik heb ontzettend zin in de film. Ja, ja. Wat ga je ervan verwachten? Nou, ik hoop dat die stiekem niet te eng is eigenlijk. Want ieder boek wordt enger en iedere film wordt enger. Dus, Want hoe oud is hij zo? Vandaag is hij 12. Vandaag is hij 12. Igor is 11 en mijn zoon is 10. Maar vandaag zijn ze 12, want dat is de filmkeuring namelijk. Ja.